Maar we zijn achtergekomen dat je dus met een blacklight nog veel meer kan zien dan alleen maar vies piepie spullen. Oh, we gaan eens naar de wc. Wow, mooi jongen. Goedemorgen jongens en meisjes. En vandaag mogen jullie ons twee feliciteren. Cause you are a tante and I am a uncle. Inkel. En dit is mijn enkel from de onkel. Ik heb wel schoenen aan. Ja, wat? Ik zei net voor de grap. Zij zei, we gaan een strandwandeling maken. Want er zijn in Scheveningen. Zei ik, nee, ik heb meer schoenen mee. Maar ik heb mijn nieuwe patta's. Ja, die zijn echt knijterdik. Ja, dik hè? Ja. Vind ik, ben ik ook heel blij mee. Maar in ieder geval, we zijn in Scheveningen. En mijn lieve, niet zo dikke zus vandaag is bevallen van haar dochter. En ze heet Lente. Het is helaas vandaag geen lente, want het regent. Dus ik ga even lekker door de regen heen rennen, zoals jullie hier zien, naar binnen. En dan ga ik mijn nichtje... Volgens mij. Ik ben oom. Zij mijn nichtje. Ja, ik ga mijn nichtje zien. En ze is nu, om precies te zijn, 1 week oud. Kut weer. Op slot. Bovendakje dicht. Dicht. Ja. Wat doe je allemaal? Moet ik haar even doen? Hij mag niet weg. Je zit echt te kijken van... Nou, mooi. Die is weg. Echt, als je er zo dan weer ziet, echt niet helemaal klein. Ik denk dat jullie to-do in Skiffa-list nu even een klein stopje krijgt, of niet? Surfen op het havenhoofd is voor jou denk ik nu niet zo'n goed idee. Strandbarbecue, moi. Een rondje om de boei zwemmen lijkt me ook niet een hele goeie. We zijn nu lekker in Scheveningen. Baby moet eten, dus wij gaan weg. Wat gaan wij doen? Ja, een strandwandeling maken, ben je gek in je kop of zo? Willen jullie thuis eten of willen jullie hier eten? Nog een beetje woensdag. Ja, dan moeten we eerst strandwandeling maken, denk ik. Ja, maar strandwandeling? Nee, ik heb geen eens een jas bij me. Ja, we willen niet hier eten bij het strand. Nou, terug naar huis dan. Ja. Ga ik naar opa en oma toe. En vanuit Scheveningen bij hun huis. Het is jullie nieuw babytje. Yo, maar het is helemaal open gewoon naar achter nu. Lijkt je wel een stuk groter. De nieuwe deur hier. Ah ja, dit was helemaal niet, dat bedenk ik me nu pas. Want eerst zat deze deur, was dat gewoon. Maar die is helemaal weg. Trap is helemaal weg. Hoe kom je boven? Zoek dat naar buiten. En hier gaan we naar buiten. Normaal zat er een deur, maar dat is ook weg. Huh, kunnen jullie nog? Oh, daar kan je naar boven. Nou, eigenlijk stop je hier het, maar jullie gaan hem helemaal uitbouwen naar hier. Ik heb echt net nieuwe schoenen aan, dan ga ik hier doorheen lopen. Echt super dit. Is er boven wat te zien of niet? Ja. Oh, boven is helemaal mooi. Oké, dan ga ik mee naar boven. Oh, uitkijken met mijn nieuwe schoentjes. Okay. Kan je hierop staan op deze planken? Oh, waarom ligt ze dan zo? Ja, voor een beetje het idee dat je er niet af kan vallen. Ja, het idee dat je erop gaat staan en dan alsnog naar beneden flikkert. Dit is de badkamer. Het is nog niet heel erg badkamerig. Nou, er hangt een wc. Oh, is dit nou zoals jullie hem getekend aan Ziet hadden gegeven of is dit weer totaal wat anders? Nee, dit is hem. Dit is hem en alles past? Ja. Hoop je. Oh nee, shit, die tekening heb ik volgens mij nog steeds niet gestuurd naar Shane. Maar dat is wel handig als je een badkamer wil. En dan als toeheer de kinderkamer. De werkkamer. Hier is een heel stuk bij. Ja, want eerst kwam je echt hier uit. Ja. En daar is dus iets weggezaagd en hier is wat bij. Wow, yo. En kijk, we hebben ook een dakraam gekregen. Jullie hebben lekker gewerkt. Je hebt nog 2 maanden de tijd om het helemaal af te maken. Ja. Gaat het lukken? Ja, denk het wel. Zeker. Oké, nou goed. Ik zal het wel zien. Dus eigenlijk is het gewoon een kwestie van laatste lampjes aansluiten en is het klaar. Waar komt de trampoline? Hadden die nog niet helemaal meeberekend? Dat hebben wij nog niet uitgevoerd. Oh, dan moet er dus wel even een herberekening komen. Ja? Ja? Nee, er komt geen trampoline in de tuin. Nou, dan ga ik weer doen. Dit is allemaal nieuwe kleding die binnenkort komt. Nou, die hebben jullie al gezien, die Tom nu aan heeft. Deze, dit is ook een trui die er binnenkort aankomt. Nieuwe broeken, nieuwe alles. Alles wordt binnenkort weer bijgevuld. En ik ga nu even een testrondje doen. Ik ga iedereen het even laten passen om te kijken of alles goed is. En zo de laatste hand eraan leggen dat jullie de best mogelijke kleding krijgen. Opa? Wil je ook even passen? Vind je het niet meer leuk als ik je opa noem? Gefeliciteerd. Ik ben opa. Ik heb vandaag je kleindochter gezien. Jouw nichtje. Mijn nichtje. Voor de lief? Ja, super lief. Ze zegt alleen nog niet zoveel. Ze lacht wel naar je ook niet, hè? Beetje soms. Beetje soms. Was vooral aan het slapen. En we sluiten de dag even goed af met een goede Mexicaanse enchilada. Ik heb vandaag eigenlijk dus niet zo heel veel gedaan. Ik ben eventjes bij mijn kleine nichtje langs geweest. Zo raar om te zeggen, nichtje. Of is het mijn nichtje? Ja. Ja, het is
Maar jij bent oom geworden. Maar, ja, maar ik vind het zo raar dat zeg maar, mijn nichtje is ook zeg maar, de zoon van... De broer van mijn zus of van mijn vader. De zus van je nicht. Ja. Nou goed, in ieder geval bij mijn nichtje. Was heel gezellig, maar die deden me niet op beeld. Want zei ze, het is net geboren, weet je. Ze zijn ook een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Protective natuurlijk. Ze willen nog eventjes lekker zelf genieten van hun kind. En dat snap ik. Nu heb ik hier dit. En dit is een blacklight, noem je dit toch? Ja. Dus dit is zeg maar paars licht, zoals je kan zien. En dan kan je hier op mijn broek kijken. En dan zie je allemaal kleine spikkeltjes. Ik weet niet wat dat is. Kijk, je ziet allemaal stofjes. En ik weet niet wat er allemaal precies omhoog komt bij blacklight. Wel weet ik dat... zeg maar, wat uit je piepie komt, maar dan niet plas, maar dat andere bij mannen, dat oplicht. Dat is bij zeg maar de wallen en zo, als je daar gaat schijnen, dan word je niet heel blij. Maar we zijn achtergekomen dat je dus met een blacklight nog veel meer kan zien dan alleen maar vies piepiespullen. Want, moet je eens eventjes opletten, en ik weet niet of je dat kan zien, als jij zou willen filmen en kan zeggen of je dat kan zien. Mijn tanden... Mijn gebit is nu best wel oké. Ik ben er nog niet helemaal blij mee, maar mijn spalkje ben ik een tijdje geleden kwijtgeraakt. Ben ik nooit teruggegaan. Dat is een beetje dom. Dus ik heb hier een beetje spleetjes tussen mijn tanden. Nu zijn er 2 tanden opgevuld voor mij. Die zijn groter gemaakt omdat ze zo klein maken. Kunnen jullie raden welke het zijn? Je kan inzoomen, pannenkoek. Wel, daar zo. Ja. Zie je dat? Ja. Je ziet dat hier, deze is zoals hij en... Die. Deze? Ja. Deze? Dat die opgevuld zijn. Heel duidelijk. Je ziet precies daar een puntje, precies nu in het midden. Van de voortand die voor ons nu rechts zit, dat het helemaal oplicht. Ik wist dus helemaal niet dat je dat kon doen. Dus ik ben nu gewoon met dat lampje echt overal op aan het schijnen om te kijken of ik ergens iets zie of zo. Dat er andere dingen naar voren komen. Dus kijken. Nee, de Hulk heeft ook niks geks. Op je schoenen. Op mijn schoenen. Viezigheid. Oh, wacht. Dan ga ik eventjes witte schoenen. Oh. Hier, deze schoenen heb ik net nieuw. Wow! Ze er geven dus andere dingen licht. Terwijl het rare is, dit reflecteert normaal. Dit is zo'n reflectieding. Ja, maar dat doet het niet. Maar dat doet het dus niet. Zie je dat? Ja. Wow, yo. Wow, kijk, hier zie je ook die hele zon. Kijk hoe raar. Wow, dat is raar. En hierboven. Wow, dit is echt alsof je zo'n glow-in-the-dark schoen hebt. Kijk. Ja. Ga even op mijn jassies kijken. Kunnen wij iets raars vinden? Nee. Ik zit even te denken. Misschien dat je in mijn laptop nog wel iets kan vinden. Even kijken. Kunnen jullie met mij meezoeken? Je ziet eigenlijk helemaal niks. We gaan ook nog eventjes deze uitzetten. Uit. Nee, hè? Nee. Je ziet helemaal... Oh, hier zit een stipje. Zie je die? Oh. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, dat kan. Ga gewoon op zoek in mijn kamer. Wow. Wow. Wit reflecteert zo heftig, moet je dat zien. Dat is zo cool. Hey, wow. Wow. Wow, yo, jouw tanden zijn heftig. Het is op beeld nog een stuk minder erg. Zo, die hesjes ook, hé. Huh, maar nu lijkt het een normale zaklamp. Terwijl als je dan weer zo doet, zie je weer dat het blacklight. Wow, yo, kijk, de tandenborstels. Oh, dan gaan we naar de wc. Zie je hier wat raars? Niks raars. Je hoofd is nog steeds wel het raarste. Wow, joh. Het is echt eng. Wow. Mijn schoenen zijn allemaal sick, hé. Ja, kijk, nu zien jullie beter mijn schoenen, hoe heftig dat is. Kijk hoe heftig. Wow, joh. Hoe heftig het verschil is tussen, zeg maar, gewoon licht en blacklight. Kijk, want dit washandje lijkt nu een soort van gelig. Terwijl dit ding eigenlijk volgens mij groen is. Ja, zie je, het is eigenlijk een groen washandje. In ieder geval genoeg gespeeld. Het is wel leuk om zo'n blacklight te hebben. En we hadden hem eigenlijk omdat ik een nieuwe telefoon had gekregen. En die moest ik met een paar raadseltjes oplossen. Dus daar hadden ze een blacklightje bij. Wat trouwens ook nog heel vies is. Ik weet niet of we het kunnen zien. Kijk, wacht. Ja, kan ik heb een neus. Kijk, ja, je kan dat denk ik niet zien. Ik denk dat jullie het helemaal niet kunnen zien. Omdat het licht zo raar is voor een camera. Maar alles wordt zo eng hierdoor. Wee, yo. In ieder geval, wij gaan lekker slapen. Dus vond je deze video leuk? Doe een duim omhoog. Vond je het leuk? Subscribe even. En dan zie ik je morgen om 2 uur bij een nieuwe video. Later!